Hey Steenbok, welkom. Bij een maandvoorspelling van april tot en met 30 april geldt deze reading. Wanneer je dan ook kijkt, welk jaar je dan ook kijkt. Mijn naam is Annemiek Nu van Tarot en zo. Ik ben eigenlijk nog helemaal niet klaar. Ik zit gewoon met papiertjes in mijn handen. Welk dek ga ik gebruiken? Oké. Alles wat hier gebeurt is symbolisch voor wat er in jouw leven gaat gebeuren de komende weken. Dus je gaat denken dat je niet klaar bent, maar je bent wel klaar. Want ik ben er gewoon klaar voor. Ik ga ook niet opnieuw beginnen door de camera nu uit te zetten en opnieuw een clip te beginnen. Dus je gaat uiteindelijk best wel, ja, in elk geval tevreden zijn. Je gaat zelfverzekerd zijn. Terwijl misschien in eerste instantie lijkt dat je een fout maakt, ga je eigenlijk best wel tevreden zijn. Had ik dit niet al eerder voor jou gezegd? Leuk. Ik ga beginnen met mijn eigen deck. Die kan je bestellen. Hieronder zie je mijn website. Je kan kijken als je de zon in steenbok hebt. Duh. Maan. Venus. Voor 1-op-1 relaties. En als het je ascendant is. Dat heb ik eigenlijk het liefst, want dat is zo sterk. Nou, wil je wel iets weten? Het voelt alsof je de boel wel helder hebt. Helder op een coole manier. Echt zoals dat bij steenbok past. Dat is wel heel fijn. Dat is heel fijn. Weet je, sommige eigenschappen die we in onze geboortehoroscopen hebben staan, zijn niet fijn. Maar het is wel wat bij ons past. Het is wel de manier waarop wij dingen doen. Zit ik misschien het verkeerde dek te gebruiken hier? Nou, lekker een rustige reading, of niet dan? Dit is dus symbool, hè, voor wat er bij jou gaat gebeuren. Je denkt, ik moet aan het werk, maar er is nog steeds rust. Maar je ziet wel dat ik een glimlach op mijn gezicht heb. Ja, mijn buik is zacht. Ontspan je buik maar meer. Yes! Een floeper er 2 uit. Niet dat ik zat te wachten totdat er eindelijk eens eentje uitvloepte. Maar ik voelde gewoon niet dat het de tijd was om een kaart te pakken. Ik ben verbonden met het hoger zelf. Ik laat me gewoon 100% leiden. Ik heb 2 vrouwen hier. Dus het heeft te maken met jouzelf als je een vrouw bent. Voor 100% met jou. Of het heeft met vrouwen te maken. Misschien je zus. Moeder. Hoewel er ook andere clips voor zijn tegenwoordig. De rollen kunnen omgekeerd worden. Hè? Mijn readings zijn energetisch. Daarom zijn ze ook tijdloos. Maakt niet uit tot welke clip van mij uit de speellijsten je je aangetrokken voelt. Ik garandeer je dat er iets voor je in zit als je erop klikt. Kijk eens, wat een fantastische kaart. Dit is eigenlijk precies wat ik in het begin zei. Hè? Het is rustig. Die kaart rechts. Die vrouw die staat er gewoon heel kalm, heel cool op nummer 1. De baas te zijn. Ze heeft gewonnen. Ze heeft bereikt wat ze wilde bereiken. En de vrouw links, die staat in rijkdom. Misschien gaat er een nieuw huis gekocht worden. Misschien gaat ze duidelijk weten wat ze wil met haar huis. Het slaat natuurlijk allemaal op jou, hè? Ik zeg zij, maar het slaat natuurlijk allemaal op jou. Ze zijn allebei in hun sas. Ze lachen. Ah ja, kijk, ik had 3 kaarten, hè? Kijk, deze kaart heb ik ook. Er zijn 2 zonnen zichtbaar. En ik denk dat we met huizen te maken hebben. Je gaat allicht 2 huishoudens samenvoegen. Of misschien ga je je huis compleet renoveren. Maar niet alleen aan de oppervlakte renoveren. Maar ga je alles eruit gooien. Alles wat oud is. Alles wat je aan je ex doet denken. Alles wat je aan je moeder doet denken. Alsjeblieft, ga na waarom je nog bepaalde erfstukken van je moeder of vader in huis hebt. Is dat omdat je zo ontzettend veel van hun houdt en zij zoveel van jou gehouden hebben en dat geuit hebben? Hebben ze je liefdevol opgevoed? En wil je die warmte, wil je die vast blijven houden? Door nog steeds op hun
bed te slaan, in hun bed te slapen of naar hun klok te kijken voor de tijd. Ja, is werkelijk waar. Als je een klok van hun hebt, is dat nog steeds waar jij je... mijn tong raakt in de knoop. Is de tijd zoals jouw ouders die gezien hebben, beleefd hebben, is dat werkelijk hoe jij met tijd om wil gaan? Misschien waren het hele gehaaste mensen, ongeduldige mensen. Of misschien waren ze ook wel kalm, weet je. Maar heb jij juist haast? En moet jij gewoon op tijd zijn? En denk jij, ja, je hebt structuur nodig. Je hebt structuur nodig. Net kwam er ook al zoiets in me op. En toen dacht ik van, huh? Het is net alsof ik hier deze twee dames samen... Voor diegenen die tarot kennen, die snappen dit wel. Ik zie hier de keizer in. Met regels en structuur en hiërarchie. Hiërarchie, hè? En jij op nummer 1. Maar het gaat dus ook over een ceremonie zoals huwelijk. Als jij lesbisch bent en je hebt een partner, de grote kans dat jullie gaan trouwen. Dat jullie erover na gaan denken, op zijn minst. Dat jullie het erover gaan hebben. Maar allicht ook dat jullie het ja, helemaal naar buiten willen brengen. Jullie willen er een feest van maken. Dat ook, ja. En dan gaan jullie dus huishoudens samenvoegen. Het heeft met huizen te maken. Misschien wil je meerdere panden gaan kopen. Af en toe op YouTube krijg ik zo'n reclame tussendoor van zo'n man die zegt van... Ja, 10 huizen kopen voor 150.000 euro. Dat lijkt onmogelijk. Nee, sorry hoor, maar dat is het ook voor mij. Maar die man die gaat dan dus uitleggen in die clip hoezo het wel mogelijk is om... eigenaar te zijn van je groot bezit. Hoeft nog niet eens een huis te zijn of meerdere huizen te zijn. Maar misschien zit je erover te denken om twee auto's, om nog een auto aan te schaffen. Of misschien heb je beneden een fantastische stereo-installatie en denk je, ik wil het al boven ook. Gun het jezelf. Gun het jezelf. Misschien heb je maar 1 toilet in je huis en wordt het dus tijd dat je een tweede gaat maken. Er is iets groots. Groot stuk bezit waar jij er 2 van wil hebben. Oh, 2 vrouwen. Oh, boefje. Er kijken niet zoveel mannen, dus ik kan dit wel zeggen. Misschien wil je 2 vrouwen hebben. Je gaat erover nadenken. Je gaat niet... Ik denk niet dat jij voor 2 vrouwen energie genoeg hebt. Nee, ik denk dat jij met één pittige vrouw die werkelijk bij jou past, dat je daar al je handen en je benen en je penis aan vol hebt. Zei ik dat? Dat zei ik niet. Niet terugspoelen. Oké, ik ga right away erbij halen voor wat dit verder is. Oké. Dan gaan we nu heel serieus verder. Voor Steenbok. Tot 30 april. Tot 30 april. Dat is heel duidelijk, hè, welke er hier uitkomt. Schildknaap. Tadatada, van zwaarden. Schildknaap van de, of page van zwaarden. Is zorgeloos. Weet je, het is een... hoe zeg je dat? Investigator. Het is een onderzoeker. Het is iemand die gaat... Ja, je gaat onderzoeken. Ja. Of je meerdere huizen, meerdere stereo-installaties, nog een fiets wil hebben of wat dan ook. Je gaat onderzoeken. Het gevaar is met een page, is dat hij niet kan kiezen. En dat is uit lafheid. Als er een klant bij mij komt en het woordje laf valt van zijn of haar kant, ik trap daar niet in, weet je. Het laf is, er zit altijd iets onder. Oké, dus even kijken. Wat zit er bij jou onder dat je niet kan kiezen? Dus misschien heb je al een zwarte auto. En zit je nu te denken om een rode of een knalgele, kanariegele auto te nemen. Ja. En kan je niet kiezen? Waarom kan je niet kiezen? Dit snap ik niet. Misschien snap jij het. Staven 4. Ja, er is feest. Er is tijd om iets te vieren. Wat valt er dan te vieren bij? En trouwens, mocht het over een object gaan en je kan de kleur niet kiezen. We hebben hier overduidelijk geel, hè? Overduidelijk geel. Kijk, nog eentje. De zegenwaar. Wat een succeskaarten, zeg! Wat een succeskaarten, Steenbok. Oh, wat je ook maar wil. Misschien wil je
kunnen een zomerhuis hebben. Ja, ga er achteraan. En het is dus tijd om te vieren. Maar wat ik wilde weten, blijkbaar heb ik dan een ander deck bij nodig. Animal Spirit deck erbij halen. Waarom durf jij niet te kiezen? Waarom durf jij niet voor twee vrouwen te gaan? Of twee mannen? Of voor twee auto's te gaan? Wat zit daarachter? Wat zit daar... Ja, wacht eens. Staven 4 gaat ook wel over gemeenschap. Gaat over... Kijk, hier op de achtergrond zie je ook mensen staan. En het is toch wel een klein beetje van... Wat zullen de buren ervan vinden? Wat zal mijn familie ervan vinden? Er zit een angst achter om niet voor jezelf te kiezen. En ik trek de vos. Dus de angst is... En weer geel, hè? De angst is dat je niet... dat je bang bent dat anderen... Diegene of datgene wat je extra wil hebben... Waar je er twee van wil hebben... Of misschien nog wel meer van wil hebben... Dat die... Er van top tot teen van zullen houden. Of van uitlaat tot koplamp van zullen houden. Achterlicht tot naaf zullen houden. Echter, weet je. Als ik je een advies mag geven. Deze twee dames, die staan zo sterk. Deze die staat op nummer 1. Zet jezelf op nummer 1. Zet jezelf op nummer 1. Kies koudbloedig. Weet je nog hoe ik begon met deze sessie? Er was een kou, maar een kou zoals voor Steenbok passend is. Als jij bijvoorbeeld je noordelijke maansknoop in Steenbok hebt, dan wat dus waar jij gelukkig van wordt, dat is koudbloedig zijn. Als jij iets ziet, dan... Ga er geen emoties bij halen. Dit is niet de maand, de week of hoeveel tijd je nog ook hebt tot en met 30 april. Om heel erg stil te gaan staan en erover na te denken. Weet je, een page is een potentie. Hè? Dus de potentie is er dat je je zorgen maakt. Maar kijk eens, die punt is er niet eens. Dus andere mensen, laat ze geen... Zag je dat? Geef hun niet de gelegenheid om een punt te gaan maken. Om een argument met jou aan te gaan over datgene wat jij graag wil hebben. Die kaart, die page, dus die buurman van je of dat familielid of je echtgenoot, die viel dus op de grond. Hè? Daar hoef je niet naar te kijken. Help me even herinneren dat ik hem zo meteen oppak. Dankjewel. Ja, leuk. Leuk. Ja, oké. Wat gaat er verder nog gebeuren? Ik ga nog Animal... Spirit kaart voor je pakken. Wat gaat er verder nog voor je gebeuren? De gazelle. Er is een project. Kan te maken hebben met het allereerste onderwerp hoor. Er is een project wat afgerond gaat worden. En jij gaat je daardoor heel erg relaxed voelen. En... Als jij met de laatste loodjes van iets bezig bent. Of dat nu gaat om een... Het schilderen van een kastje. Of het aanschaffen van iets nieuws. Of iemand in dienst nemen. Of op zoek naar een andere baan. Je kan je ontspannen in deze laatste fase. Het is juist in deze laatste... Dat is de clue. Het is juist in deze laatste fase van dit project. Heb een project in gedachten. Bij iets waar je mee bezig bent. Het is niet de bedoeling... Dat je extra gaat stressen of extra je best gaat doen. Wat een rot uitdrukking, hè? Je best doen. Iedereen doet toch zijn best. Iedereen doet datgene waarvan die denkt dat dat het beste is. Ja, zelfs een kinderverkrachter en een massamoordenaar. Ze doen dat echt omdat ze denken dat dat op dat moment het beste is. Ze hebben er redenen voor. Ik heb ooit bij de NVSH gewerkt, de Nederlandse Vereniging voor NVS, Seksuele Hulpverlening waarschijnlijk. Ik weet niet eens of het nog bestaat. En dat was in Utrecht, tijdens mijn studententijd. Niet dat ik iets afwissel, seksualiteit hoor, maar goed.
ascendant schorpioen. Dus ik kan goed pretenderen dat ik er wat vanaf wist. Ondertussen is het anders. Maar ik was nog jong. En ik weet nog dat wij op een gegeven moment een discussieavond hadden met pedofielen. Omdat we dus vaak gebeld werden door bezorgde ouders, maar ook door pedofielen zelf. Van, god, ben ik nou heel erg fout? Hoe zit dit nou? En die mannen die er waren die avond, of, en misschien is het mijn geheugen hoor, die me nu in de steek laat. Maar wat ik me herinner, waren er sowieso niet zoveel hoor. Dat je niet denkt, van er kwamen 30 pedofielen op draven daar zo. Maar dat zij echt dachten dat een kind, dat als zij zich tot een kind aangetrokken voelen en dat als zij lief voor een kind zijn, dat zo'n kind al eigen seksuele, ja, een eigen seksualiteit heeft. Dat een kind, dan heb ik dus over onder de 16 jaar, dat een kind dan al zelf kan beslissen, ja, wat hij wil, hoe ver hij wil gaan, wat zijn voorkeuren ook zijn. Want een pedofiel, die kan net zo goed homoseksueel als heteroseksueel zijn. Volgens mij waren er 2 homoseksuele pedofielen daar en 2 heteroseksuele. Ja, maar ze waren het wel allemaal mee eens dat zo'n kind seksuele behoeftes heeft. Of in elk geval sensuele behoeftes heeft. Dus die discussie die laaide gigantisch hoog op. Ik weet niet waarom ik je dit nu vertel. Jij zal het weten. Of erachter gaan komen komende tijd. En het was heel erg fel. En op het moment dat we dus eigenlijk gewoon volop woedend werden op die pedofielen. Zeiden ze van, ja, maar wij hebben helemaal geen seks met kinderen. Ben je helemaal gek geworden? En wij gingen daar dus van uit, zoals zij dus spraken in het begin over kinderen en over hun verlangens naar kinderen en dat kinderen dat allemaal ook willen. En het bleek dus dat we gewoon langs elkaar heen aan het spreken waren. En ze zeiden dat zij... Ja, dat vonden zij zelf ook een stap te ver gaan, ja. Maar dan alsnog vind ik dat, ja, de benaming alleen al, hè, pedofiel geeft eigenlijk al, heeft eigenlijk al het oordeel. Dat is iemand die fout is. Toch? Dat is toch onze definitie daarvan. En niet iemand die van jonge kinderen houdt. En daar alleen maar naar kijkt en daar verder helemaal niks seksueels mee doet. Vraag me af of die man ook wel de waarheid spraken eigenlijk hoor, nu ik ouder ben. Ja. Ik bedoel, masturberen, zeker tegenwoordig natuurlijk, is snel gedaan. Ik zeg tegenwoordig omdat het taboe er een beetje van af is. En je kan achter de computer zitten en je kan vrouwen en mannen op allerlei gekke manieren, ze zijn gecategoriseerd op al die sites, kan je ze je leven binnenlaten. Maar het vult een leegte op. Het heeft helemaal niks meer met liefde te maken. En ook niet eens met het opvullen van een leegte, want... Het is eerder, denk ik, dat je een leegte creëert. Gewoon een extra leegte erbij. Want je gaat beseffen hoe hol het is om niet intiem te zijn met iemand. Om niet, ja, letterlijk met iemand bij te zijn. Om aan te raken. Jemig zeg, waar kwam dat allemaal vandaan? Hè? Het zal allemaal niet voor niks zijn. Je bent een project aan het afronden en ontspan je. Je hoeft niet je best te doen. Meer dan dat je dus anders doet, want iedereen doet zijn best al. Je kan ontspannen. Of je hebt dat nu sowieso nodig, of je gaat na dat project, aan het einde van april, nodig hebben ruimte. Slecht Nederlands, maar ruimte ga je nodig hebben. Jij hebt net als een gazelle... Het nodig dat je lekker relaxed op de savanne kan liggen, maar je hebt wel uitzicht nodig. Jij moet wel kunnen zien waar een leeuw ineens tevoorschijn gaat komen. Zodat je alert bent, zodat je kan gaan staan, de kudde kan gaan waarschuwen, andere mensen kan gaan waarschuwen of dat de alarmknoppen bij jezelf afgaan. Dat je ineens weet van, hé, ik moet iets anders gaan doen. Je hebt ruimte nodig om het juiste te kunnen doen. Je hebt ruimte nodig
om alert te zijn. Misschien betekent dat dat je de nieuwe klus, als je met deze klus klaar bent. Al is het maar een kastje verven en wil je nu een stoel gaan verven. Of gaan opknappen. Dat je bedenkt dat je er meer tijd voor nodig hebt dan dat je denkt. Neem het dus ruim. Neem de tijd ruim. Ga niet een stoel verven of opknappen op je wc. Dat is gewoon veel te krap. Je hebt ruimte nodig, lieverd. Je hebt ruimte nodig. Binnen je relatie, sommige van jullie voelen me aankomen, heb je ook ruimte nodig. Je hebt ruimte nodig. Je kan absoluut wel samen zijn. Kijk, hier zijn de twee samen. Hier zijn twee sfinxen samen. En de vos die gaat erover dat er iemand is die je hartstikke leuk vindt. Echt alles vind je leuk aan haar. En nogmaals, je zal succesvol zijn. Je zal succesvol zijn. Ja. Volgens mij heb ik genoeg gezegd. Nee. Leuk voor je. Je financiën. Hoe gaat het met jouw financiën in april? Of mocht je nu al in maart kijken, vanaf nu. Hoe zal het met je financiën gaan? Ik heb de kaart van Doreen Virtue van vorige levens erbij. Oh, deze kaart voelde heel duidelijk, heel duidelijk. Hoge priesteres. Nou, had ik net zo goed een Rider Waite voor kunnen pakken of niet dan. volg je intuïtie hierin. Maar met een klein extra iets van de hoge priesteres. Volg je intuïtie, maar het is eerder trouwens dat je gevoel moet volgen. Namelijk dat jij, je vrede moet gewaarborgd blijven. Dat is het. Je vrede moet gewaarborgd blijven. Je moet je veilig, je moet je zeker blijven voelen. Bij de aanschaf van een of ander groot iets, duur iets. Bij het wisselen van bank, als je naar een andere bank gaat. Als je geld uitleent of als je geld gaat lenen van iemand of van een bank gaat lenen. Mocht je kijken en je hebt geen zon in steenbok, maar zon in weegschaal. Waar komt dit vandaan? Ga geen geld lenen. Leen geen geld. Nee, leen geen geld. Niet van banken en niet van personen. Oké, dat gezegd hebbende, ga ik nu verder weer voor de rest van de steenbokjes. Ja. En zoals deze vrouw op de foto. In overgave. Heb de armen wijd. Let op je taalgebruik. Wauw, dit is al het derde goede advies in deze reading. Let op je taalgebruik. Ga niet zeggen, ik heb geen centjes. Ga niet zeggen, ik kan me dat niet veroorloven. Ga niet zeggen, ik heb daar geen geld voor. Ik ben arm. Let op je woorden. Want datgene wat je nu denkt of uitspreekt, dat is nog harder. Want dan hoor jij het ook weer, hè. En een ander hoort het. Dus jouw affirmatie wordt bevestigd, verankerd, maar je hoort het zelf ook nog. Alles wat je uitspreekt, alles wat je denkt, is datgene wat in de toekomst plaats gaat vinden. Sta open voor geld. Zeg desnoods, ik sta open voor geld. Ik vertrouw hoger zelf. Prachtig hoger zelf. Ik vertrouw je mijn financiën toe. Ik vertrouw je mijn financiële zaken toe. Ik vertrouw je mijn administratie toe. Ik vertrouw je mijn inkomstenbelastingaangifte toe. Die ik nog moet doen. Oeh. Ja. Sta er open voor. Wat voor donderwolken er ook om je heen zijn. Wat voor donderwolken er ook om je heen lijken te hangen. Blijf openstaan voor geld. Je mag ontvangen. Je mag meer ontvangen. Je mag hebben. Weet je nog, zo begonnen we toch immers ook. Je mag meer hebben van wat je wil. Je mag er twee hebben. Het mag. Het mag. Kan je jezelf toestemming geven? Kan je jezelf toestemming geven dat je voor de rest van je leven er warmpjes bij zit? Of dat je je financieel veilig voelt?
Of nog mooier, zou je voor financiële vrijheid willen gaan? Dat je altijd alles kan doen wat je maar wil. Welke kant dan ook op. En misschien betekent dat dat je dus echt heel erg rijk gaat zijn. En dat een reden zal zijn, financieel ook, voor een feest. Maar het kan ook betekenen dat je volledig accepteert wat je hebt. En dat je leeft in de overvloed van alles wat er nu al is. Dat is mogelijk. Ik heb zo ontzettend lang in de bijstand gezeten. Maar ik leefde in overvloed. Ik had een gevoel van overvloed. Niet in het begin hoor. Niet in het begin. Ja. Mijn kinderen zeggen ook. We waren arm met flair. Zeg ik wel eens. En mijn kinderen die zeggen van. We hebben nooit het gevoel gehad dat we iets tekort zijn gekomen. En ik zie het ook aan ze van wat voor uurlonen ze hebben. Hoe gemakkelijk ze altijd aan werk zijn gekomen. En aan geld zijn gekomen. Ook hoeveel dingen ze krijgen. Dat ook. Het gaat om je gevoel van overvloed. Ik weet nog dat ik ooit gelezen had van Donald Trump. Die had iets van weet ik veel wat hij had, 20 miljard of zo. Ik noem nu maar iets, hè. En dat hij al zijn geld kwijtraakt. En hij noemde dat ook echt. Ik ben al mijn geld kwijtgeraakt. Ik ben de armste man in heel Amerika. Want hij had nog maar 1 miljoen. Als ik 1 miljoen zou hebben, zou ik hartstikke rijk zijn. Maar hij voelde zich arm. Want hij was dat niet gewend. Het ligt aan je perspectief. Snap je? Het ligt aan jouw perspectief. Of je je arm of rijk voelt. Het is dus mogelijk voor je. In april. Om je perspectief op jouw financiële zaken te veranderen. En als je dat dus doet, dan kan er ook meer geld komen. En dan maakt het eigenlijk ook niet uit, want je leeft immers dan al in overvloed. Geld is gemakkelijk. Dus het mag komen. Ik gun het je. Maar het is niet nodig om gelukkig te zijn en om in overvloed en rijkdom te leven. Is nu dan wel genoeg? Mag ik dan nu alsjeblieft een kopje thee zetten? Deze clips zijn ook van mij. Dankjewel voor het kijken, voor het liken, voor de berichtjes hieronder. Dat vind ik verrukkelijk. En voor het delen van de clip. Tot de volgende keer.